Ik sta hier op het kazerneterrein, het terrein achter station Ede-Wageningen. Het gebied waar dinsdag 18 september het stadsgesprek plaatsvindt. Vandaag gaan we in gesprek met verschillende ondernemers over wat zij daar nou eigenlijk van vinden. Ik loop hier op het kazerneterrein in Ede, de plek waar ook het World Food Center gerealiseerd moet worden. Nu ben ik op het gebied Maurits Noord, een gebied waar al veel mensen wonen, maar waar ook bedrijven gevestigd gaan worden. Zelf ben ik accountmanager binnen Team Economie en heb het voorrecht om bedrijven te mogen laten vestigen op deze fantastische locatie. En een van deze ondernemers, dat is Joris. Joris Brood zal hier zijn plekje gaan vinden en ik ga graag met hem in gesprek. Joris, jij bent een van die ondernemers die zijn oog heeft laten vallen op Maurits Noord hier. Voordat ik van alles ga vragen, kun je jezelf even voorstellen. Wie ben je en maar ook vooral waarom heb je dit gebied uitgekozen? Ja, ik ben Joris van Voorthuis. Ik ben natuurbakker, zoals ik mezelf noem. Dat betekent dat ik brood maak zoals het vroeger gemaakt werd. Dus nog voor de tijd van de gist en de broodmiddelverbeteraars. En onze specialiteit zijn zuurdesembroden. En die maken we hier, op dit moment in Lunteren, in een oude garage in het buitengebied. Oké, dus je komt vanuit Lunteren, kom je hier naar Maurits Noord, naar dit gebied met de prachtige oude stallen. Maar waarom die keuze van een buitengebied naar een stedelijke omgeving? Dat is toch wel een grote verandering. Ja, zeker. Ja, dat wordt een hele grote verandering. Maar hebben we wel bewust gedaan. We zijn naar de gemeente toegegaan en we hebben gevraagd van wij willen graag in Edestad onze producten maken. Maar niet alleen maken, maar we willen ook de mensen die producten laten beleven. Ja. Toen zijn we hier geweest op het Maurits Noord en toen hebben we verschillende panden gezien. En ons oog viel meteen op dit pand. Omdat we daar een hele mooie setting kunnen creëren waar mensen niet alleen het brood, niet alleen kunnen zien hoe wij het brood maken. Zoals de bakkers bezig kunt zien hoe ze met de deeg bezig zijn. Maar waar je ook een winkeltje hebt waar je het kunt kopen, maar je kunt het ook ter plekke consumeren. Oké, dus we kunnen over een jaar kunnen wij hier proeven wat jij bakt. Ja, als het allemaal goed gaat, dan volgend jaar om deze tijd, dan is Joris Brood op de kazerne een feit. Ja. En waarom dan precies deze plek? Want als ik hier omheen kijk, dan zie ik ook woningen. Ik zie bedrijfjes. Waarom denk jij dat jij juist hier moet zitten? Nou ja, juist die combinatie lijkt me heel fijn. De combinatie van bewoners, van mensen die hier wonen. En die hopen we te kunnen laten zien hoe ambachtelijke voeding wordt gemaakt. Ja. Niet alleen bewoners, maar ook bezoekers natuurlijk van Ede. En ik verwacht namelijk ook dat naast heel veel mensen die hier nu al wonen en komen wonen nog in de komende periode op de kazerne en op het World Food Center. Dat er ook en de bedrijven, de medewerkers van bedrijven. Oké, maar ik hoor jou zeggen ook World Food Center. Hè, dat is ook een van de dingen die hier gaat spelen. Buiten al de andere ontwikkelingen. Zijn er nou redenen dat jij zegt van hey, dat World Food Center, dat kan voor mij ook aantrekkelijk zijn? Ja, zeker. Ja. Kijk, op de kazernes komen natuurlijk al heel veel mensen wonen en komen al een aantal bedrijven. Maar het World Food Center wordt nog wel een stapje extra. En daar verwacht ik heel veel reuring van. Heel veel bezoekers. Als ik het allemaal goed begrepen heb, zijn dat niet alleen bezoekers uit Nederland, maar zelfs vanuit Europa en de hele wereld. 300.000 mensen heb ik wel eens gehoord. Nou, als ik daar een aantal mensen kan begeisteren om te laten zien hoe natuurbrood wordt gemaakt. Dan lijkt me dat fantastisch. Dus geweldig. Iedereen laten zien wat je doet. De inwoner van Ede, maar ook de bezoeker van het World Food Center. We hebben natuurlijk niet alleen de kazernes. We hebben ook het World Food Center. Maar ook het nieuwe station Ede-Wageningen is hier ook op 5 minuten afstand lopen. Dus het is ook wat dat betreft een hele mooie plek. Want ik wil graag ook mensen laten zien hoe je brood maakt. Hoe je dat natuurbrood maakt. Met workshops en cursussen. Ja. En het is natuurlijk wel fantastisch als je dan zo'n mooie intercity station, zo'n mooi nieuw intercity station vlakbij je hebt. Het klinkt gewoon hartstikke leuk. Heel leuk ook voor iedereen uit Ede. Nog één vraag aan je. Als je nu eens even kijkt over 10 jaar. Wat verwacht je dan? Wat kunnen bewoners van Ede hier op dit terrein, hier Maurits Noord, maar misschien ook breder, nou vinden? Nou ja, wat deze plek zo uniek maakt volgens mij is het historisch karakter. Het militair historisch karakter. En dat blijft hier behouden en wordt zelfs krijgt meer kleuren eigenlijk. Omdat ze zo mooi worden gerestaureerd. Al die mooie panden, de kazernes, de Arthur Kool kazerne. Maar ook de stallen die hierachter staan. Waar wij er dus in eentje van gaan komen. Dus ik denk dat de architectuur, de historie, dat je die hier kunt voelen. Dat je die hier kunt beleven. En
Ja, en het is ook nog eens een hele mooie plek om te wonen. Je hebt de Sissel dichtbij, je kunt naar de hei toe. En zoals ik al zei, Ede-Wageningen. Dus ik verwacht dat hier heel veel gebeurt. En ik denk dat hier mensen met veel plezier komen wonen. Maar ook dat mensen uit Ede en buiten Ede hier graag op bezoek komen. En het liefst om ook eventjes een lekker broodje bij mij te komen eten. Dus eigenlijk alles wat Ede bindt. De kazerneterreinen, de oude historie van het leger hier. Maar ook het voert wat hier plaatsvindt en gewoon de reuring. Je ziet het hier zitten, hoor ik. Ja, helemaal. Ja, helemaal. Nee, dat laatste punt is ook wel belangrijk, de voeding. Ede gaat echt voor voeding. En dat is natuurlijk wel leuk zoals ik nu doe in een oude garage in het buitengebied. Maar dat ziet niemand. En als ik hier zit midden op het Maurits Noordkazerne, vlakbij het World Food Center, dan gaan veel meer mensen dat zien. En ik hoop dat mensen inspireert tot niet alleen tot het nuttigen, maar ook tot het zelf maken van goede voeding. Als ik het zo hoor, kan ik al zelf bijna niet wachten. Ik kom graag een keer een workshop bij je volgen. Wanneer ga je open? Volgend jaar om deze tijd, dus september 2019 hebben we het dan over. Dan zou de deur open moeten gaan. Okay. Nou, dan wens ik je heel veel succes met de voorbereidingen. En ik zou zeggen, hartelijk welkom hier in Maurits Noord. Een van de mooie stukjes die je Ede kent. Dankjewel. Jij bedankt. Het is een korte wandeling van Maurits Noord naar Maurits Zuid. De plek waar ook het World Food Center komt. Ik heb hier een gesprek met Wim Vaassen, directeur van Essensor. Ja, Wim, we staan hier op het terrein van het World Food Center, waar het in de toekomst allemaal moet gaan gebeuren. Je bent directeur van Essensor. Voordat we verder gaan, is het wel leuk om even te weten ook van wat betekent Essensor nu eigenlijk en wat doet jullie organisatie? Ja, nou, Essensor is een naam. Wat wij doen, dat is heel veel gespecialiseerd marktonderzoek, geur- en smaakonderzoek. Heel veel Edenaren kennen ons ook, omdat we heel vaak producttesten organiseren. Dus zo'n 5000 mensen zijn, kind aan huis is te veel gezegd, maar komen toch regelmatig op bezoek aan de Rubenstraat om met een test van ons mee te doen. En wat betekent dan zo'n test? Wat doe je dan? Ja, wat je dan eigenlijk doet, dat hangt een klein beetje af van wat we op dat moment voor test hebben. Dus product weet je vaak niet van tevoren. Maar het idee is dan eigenlijk om heel veel mensen te vragen wat ze vinden van, van de smaak, van de andere aspecten van een bepaald product. Okay, dus eigenlijk gelijk een verbinding met food, een hele sterke verbinding met food. Die ligt er zeker. Ja. En wat vind je dan van de ontwikkelingen van het World Food Center zoals die nu bekend zijn bij je? Nou, hartstikke goed. Eerlijk gezegd was het ook een reden voor Essensor 15 jaar geleden al om naar deze regio te komen. Omdat met de universiteit en met alle andere activiteiten hier food gewoon een groot onderwerp is. En dat past bij ons soort bedrijf. Het is gewoon heel erg leuk om te zien hoe dat thema zich verder ontwikkelt. En ik denk ook dat het voor Ede gewoon heel erg belangrijk is. Niet alleen voor de werkgelegenheid, maar ik denk dat het ook zelfs kansen geeft op een influx van allerlei nieuwe bedrijven. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het een hele mooie uitstraling geeft. Als je als gemeente zijnde zo duidelijk je op één thema verdiept en ook verbreedt. Ja. Dus eigenlijk zeg je van duidelijkheid dat je food concentreert op één plek. Ja, dat heb ik heel vaak gezegd. Ik denk dat zo'n keuze gewoon heel erg belangrijk is in dat hele proces van de ontwikkeling die Ede doormaakt. Wat vind je nu als bedrijf zijnde uit Ede? Wat voor invloed zou je hier willen uitoefenen? Wat als Essensor zijnde? We zijn een klein bedrijf. Dus enige bescheidenheid past ons. We zouden het op zichzelf gewoon al heel erg leuk vinden als hier zich een bedrijventerrein zou ontwikkelen en er zich meerdere ondernemers zou vestigen. Ik denk dat dat gewoon altijd heel erg goed is. Vooral als je door een thema verbonden bent. Ik denk dat het allerlei mogelijkheden geeft om elkaar te enthousiasmeren. Ik denk ook aan facility sharing. Je kunt een aantal dingen ook gezamenlijk organiseren. Facility sharing, wat is dat precies? Je kunt je voorstellen dat niet ieder bedrijf hoeft eigen en wat grotere vergaderruimtes te hebben. Maar daar kun je natuurlijk dingen gezamenlijk in doen. Dus maar een klein voorbeeldje. Maar dat kan wel heel erg nuttig zijn. Dus ook heel aantrekkelijk voor allemaal kleine bedrijfjes om zich hier te vestigen. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen dat voor heel veel partijen aantrekkelijk zou kunnen zijn. En ook voor start-ups. Okay. En als je nu naar de toekomst kijkt, hoe zie je dan dit gebied? Wat gebeurt hier dan?
Ja, wat gebeurt hier dan? Wat ik hoop wat hier zou gebeuren. Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat wij ook wel een oogje hebben op de ontwikkelingen hier. Want het zou voor Sensor bijvoorbeeld ook wel een mogelijkheid zijn om ons hier te vestigen op dit terrein. Als dat voor onze consumenten ook een aantrekkelijk terrein zou worden, dan zouden we dat ook zeker overwegen. Oké, dus ik hoor eigenlijk wel een koopsignaal. Conditioneel koopsignaal, laten we het zo maar even noemen. Nee, maar kijk, weet je, het is natuurlijk zo dat wij hebben heel veel bezoek van heel veel verschillende consumenten. Dus wij zijn ook wat dat betreft heel erg precies op onze vestigingslocatie. Het moet een locatie zijn die voor consumenten aantrekkelijk is, die makkelijk bereikbaar is. Maar die bijvoorbeeld ook sociaal veilig is. En dat is iets, daar hebben we bij de huidige locatie heel sterk op gelet. Maar dat zullen we bij een eventuele volgende locatie ook zeker doen. Dus dat betekent dat er een soort van levendigheid ook hier zal moeten ontstaan voordat wij zo'n besluit zouden kunnen nemen. Nou, uit al je woorden merk ik op dat je heel graag mee wilt denken over de ontwikkeling van het hele World Food Center en het hele terrein. Wanneer hoop je zelf hier resultaten gaan zien? Nou, wat dat betreft denk ik zo snel mogelijk. Het had eigenlijk al wel wat eerder gekund. Hè? En ik denk dat het heel erg goed is om de vaart erin te houden. Want als je zo'n ontwikkeling aangaat, ja, dan verplicht je ook elke keer om zichtbare stapjes te nemen en ook mensen daarin mee te nemen. Ja, nou laten we het hopen. We gaan die vraag stellen bij DFCD. Ja, Wim, hartelijk dank voor dit interview. Ik hoop dat we elkaar de 18e, als we het stadsgesprek hebben met iedereen uit Ede, met bewoners en met bedrijven. Mogelijk ben je er zelf dan ook? Wie weet. Ik ben het wel van plan in ieder geval. Ja. Oké, hartelijk dank. Graag gedaan. Wilt u ook mee praten? U bent van harte welkom. Het stadsgesprek. 18 september, 6:45 in de voormalige Mauritskazerne.